ik ook even voelen, ja, of is dat eng? Nee, dat is niet eng. Als je oh, hebt... nee, poeh. Als je eng hebt, dan die kant pakken, pak ik hem hier. Er bestaan mensen waar ik niet dol op ben. Maar haten? Niemand op de hele wereld. Yoghurt? Ik hou er niet van, maar ik kan niet zeggen dat ik het haat. Er is maar één ding op de wereld dat ik van mijn kruin tot aan mijn tenen intens haat. Verhuizen. Wauw. Wat ben jij goed, man. Ja, dankjewel. Het is, heb je er veel op moeten oefenen? Heel veel. Ja? Ja. Ik maak deze keer een programma over verhuizen en daar heb ik zelf een bloedhekel aan. En jij? Nou, ik heb gisteren mijn schoonvader helpen verhuizen. Oh, en? Vond je het erg? Nou, ja. Het is wel leuk om even wat te doen. Het is altijd fijn om iemand te helpen, maar ja, het verhuizen zelf, dat doe ik liever niet. Wij gaan in de zomer verhuizen. Waar gaan jullie naartoe dan? Naar een ander huis. Oh, ja. En is dit jouw broertje? Gaat hij ook verhuizen of blijft hij wonen waar hij nou woont? Nee. Die gaat niet verhuizen. Oh, dus alleen jij gaat verhuizen? Nee. Hij ook? Oh, gelukkig. Kees gaat ook mee, hè, Kees? Ja. Dag, Mia. Ja. Dag, Kees. Mijn vrouw vindt verhuizen leuk. Nieuwe woning, nieuwe vloerbedekking. Ik haat het, want ik ben jarenlang alles wat ik nodig heb kwijt. Je kunt de ellende beperken door gebruik te maken van mensen die ervoor geleerd hebben. Voor verhuizen. Hoi, hoi, jij houdt toezicht. Jij bent vaste hoofdverhuizer. Ik ben Henk. Dat klopt, ja. Ik ben Johan van Beek. Als je nou verhuist, zijn daar een soort... vuistregels, wat je moet doen en wat je vooral niet moet doen? Iedere vrouw zich is veranderd, dus je moet iedere keer weer even aanpassen. Van, met oudere mensen moet je weer wat voorzichtiger zijn en rustiger aan doen natuurlijk. Maar je hebt ook wel jonge mensen die willen per se op één dag over. En dan ga je soms met een ploeg van 6-7 man. En dan in één keer moet het echt helemaal door. Johan, zijn mensen nerveus als jij bezig bent ze te verhuizen? Ja, 9 van de 10 keer wel. Ja? Het staat ook een beetje in de stress op 10. Hè? Maar het verhuizen, dat ja, het staat op de 7e plaats, zover als ik weet. Dus de meeste... Kijk al even de kat uit de boom waar je binnenkomt. Dan moet je ook altijd wel even wat rustiger binnenkomen natuurlijk. Ja? En niet gelijk aan de rang en zo. Dan even een beetje acclimatiseren. En dan, Je mag gewoon met rust alles even begeleiden. Dan komen de mensen zelf ook wel een beetje tot rust. En als je dan eenmaal bezig bent, dan loopt het over het algemeen vanzelf. Kom je wel eens in lastige situaties terecht? Met scheidingen bijvoorbeeld. Nou is het tegenwoordig is het bijna altijd wel goed geregeld hoor, met scheidingen. Ja. Hè? Dat het al op papier is geregeld. Maar vroeger mochten we wel eens pas om 9 uur binnenkomen. Want toen was die man wel zijn werk, moesten wij gauw de boel inpakken. En dan ging die mevrouw foetsie, zeg maar. Maar ja, dan belde de buren en dan kwam die man weer terug natuurlijk. Dus dan was het wel even stress. Dan kom jij midden in een grote ruzie terecht. Ja, hoe los je dat op? Ja, ze willen mogelijk wel proberen weten te bemoeien. Maar ja, je moet er geen losse handjes krijgen. En zo, en dat heb je ook mogen meemaken? Nou, niet echt, maar wel dat ze een borreltje op hebben en schelden en dat soort dingen. Maar daarna als we zulke klussen hebben, nemen we vaak wat grotere mannen mee. Lekker sjouwen met de spullen is ons lust en ons leven, zeg kun jij me alsjeblieft al die dozen even geven en de stoelen en de tafel en de kast. Nu maar hopen dat het in de auto past. Jullie zijn 4e generatie, toch? Ja, mijn zoon is de 4e generatie. Opa is ermee begonnen in 1928. Ja. Toen was het mijn vader en mijn oom. Nou doe ik het weer met mijn neef samen. Mijn nicht zit op kantoor. Haar man werkt bij ons. En mijn oudste zoon inmiddels ook. Ja. Dat werkt wel prettig natuurlijk, ja, toch? Ja, dat is bij veel verhuisbedrijven wel, hoor. Ja, waarom is dat zo? Er is eigenlijk niemand die zegt ik wil verhuizen worden. Maar dan rol je op de een of andere manier in. En ja, als je het eenmaal doet, is het eigenlijk het leukste werk wat er is, vinden wij. Waarom wil niemand verhuizen worden? Ja. Maar je denkt er misschien ook niet aan, hè? Nee, dat vinden zij. Het is best wel zwaar werk natuurlijk. Ja? Je moet iedere dag sjouwen, lange dagen en dergelijke. Maar het voordeel is wel, dat vind ik zelf, als je een kleiner bedrijfje hebt... Dan ben je wat zuiniger op elkaar. Ja, want toen ik zeg maar begon, toen mijn opa er was, ik was 16. En toen sprong ik zo met dozen al uit de zijkant van de auto. Toen zei opa, ho, zei die. Eerst de doos neerzetten, trapje af, doos pakken en dan naar binnen.
Ik zeg, ja, maar die gaat veel sneller open. Hij zegt, oh, maar dat is zo slecht voor je rug en voor je knieën. Snap je? Dus je moet het met beleid doen. En dat is, vind ik wel, als je een kleiner bedrijfje hebt, dat je wat meer op elkaar let. Ha, ik wil best even een handje toesteken als het niet te zwaar werk is. Ja, verhuizen is zo lekker. Ik zou niks anders willen, mooi een beetje heel de dag. Zware spullen lopen tillen en we sjouwen lekker hard, dan gaat het vlug. Pas maar op, wat strakjes ga je door je rug. Verhuizen, verhuizen, een nieuwe avontuur, een nieuwe stad, een nieuwe straat. En dan ook nog nieuwe buren. Wat is nou voor de amateurverhuizer, die dus zelf niet erkend is, het handigst? Eerst de grote dingen of eerst de dozen? Er ligt een beetje andere situatie met lossen. Maar als het appartementje bijvoorbeeld kleiner is en zoals ze uitkomen, dan moet je eigenlijk eerst met de grote meubels binnenkomen. Dat die op zijn plek staan en dan voeg je daarna pas de dozen en het kleine spul in. Ja, want als je eerst allemaal dozen inzet, dan kan je alles weer aan de kant moeten zetten. Ja, de lui verhuizen zijn er niet, maar dubbel werk houden we niet van. Ik heb hier een mooi kastje neerzetten. Wil je mij even helpen? Nou, met genoegen. Doen we even zo. Ja. Eentje ronden. Oh, er zijn ook bepaalde. Ja. Ja, ja. Dan loop ik achteruit. Dat lijkt me ook altijd het moeilijkste, achteruit lopen. Okay. Let op, een drempel. Ja, bedankt. Ja. Ja. Asje. Ja. Ja. En dit is glas, hè? Ja, dit is glas. Beetje voorzichtig zo. Ja. Such a waste of time. That's what it's all about. Mama, if that's Arsch. Moving up, then I'm moving out. I'm moving out. 1, 2, hupsakee. Moet dit ook mee? Of? Jazeker, ja, dat is de brandstof van de verhuizer. Go! Go! En dit is de kortste weg in verhouding, dus ja. Hoe minder vaak je die aan hebt, des te minder kans je hebt dat je iets beschadigd natuurlijk. Ja, en dit gaat snel, nu sta je gelijk binnen. Is je dat wel eens overkomen? Echt zo'n klassieker van een piano laten vallen van de vijfde verdieping? Gelukkig niet, wel bijna een keer een vleugel. Yep. En als je hem indrukt, kijk, en hij hem nog een keer doordrukt, gaat hij sneller. Oh. Yep. Het is misschien een beetje een rare vraag, maar wat is dan leuker, in of uitpakken? Ja, te uitpakken is eigenlijk wel leuker. Ja, dan nou mag je naar huis, hè? Ook dat. Ja, maar dan heb je zet je alles weer leuk op zijn plekje en zo, en dan krijgen we, dan zijn de mensen weer tevreden, hè? De laatste lading. Nou, daar gaat hij dan. Snel gebeurt, hè? Ja. Maar dit gaat naar een huis toe. Breng je ook wel eens dingen naar de vuilnisstort? Jazeker, ja. Of hou het zelf. Gebeurt ook wel eens als leuke dingetjes zijn. Hè? Wat is het mooiste wat er bij jou in huis staat, wat een overblijfsel van de verhuizing was? Ik denk mijn verzameling treinen. Treintjes? Maar voor de oorlog, ja. En dan lieten mensen gewoon? Ja, die krijgen het zelf. Je kan ze wel weinig kopen. En zo in de loop der jaren heb je heel wat bij elkaar verzameld. Hé, hey, dankjewel. Graag gedaan. Wij maken een programma over verhuizen. Oh, maar dat doe ik nog niet. Ik woon in Limburg, ik ga niet naar Utrecht verhuizen. Nee, maar u bent in uw leven toch wel eens verhuisd? Ja hoor. En vond u dat leuk of ging u daar van stressen? Ik vond het niet leuk.
ben niet zo voorstander van verhuizen hoor. Als je eenmaal leuk woont en leuk zit, waarom zou je dan verhuizen? Meneer, wij zijn van hetzelfde soort mens. Ja, ik heb al een bloedhekel aan verhuizen. Ja, ja. Denk je dat dieren graag verhuizen of dat die daar een bloedhekel? Nee, boksers zeker niet. Nee? Nee, als mijn vrouw thuis wat doet, dan zeg maar stofzuigen en dat soort dingen meer. En de boel aan de kant zetten, dat is helemaal verslag. Ja? Nee, die houdt niet van verhuizen. Wij hebben katten en die vlogen toen in de gordijnen naar de verhuizing. Maar na een week of zo was het wel over. Ze moesten even wennen. Dus toch even gestrest, ja, denk het wel. Het hangt misschien van het dier af. Dit is de achterkant van Dierenpark Amersfoort en hier komt het publiek nooit. Waarom niet? Omdat het de achterkant is. En hier zijn de ingangen naar de verblijven van de dieren. Hallo, ik ben Henk. Hi, Raymond. Jij bent verhuismeester eigenlijk. Ja, ik ben inderdaad bezig met de verhuizing van onze dieren. Ja. En vandaag komen hier wat voor dieren naartoe? Er komt een marabou naar ons dierenpark. Een marabou? Ja. En dat is een vogel, hè? Dat is een grote ooievaarachtige vogel van de savanne in Afrika. Ja. En we hebben er al 6 in ons dierenpark en er komt er eentje bij. Uiteindelijk willen we er 8 hebben. Het zijn allemaal hele jonge vogels. Ja. En de bedoeling is dat ze hier de komende jaren opgroeien en dan hun partner gaan zoeken. Vandaar dat we ze in een grote groep hebben, want ja, als je ze met z'n tweeën houdt, misschien vind je die ene wel helemaal niet leuk. Dus kan je er beter met z'n achter zijn, dan zit er nog een leuke bij. Dan kan je een beetje kiezen. Wat is nou het grote verschil tussen het verhuizen van mensen en van dieren? Nou ja, de reden om te verhuizen is dus vaak vanuit de liefde of omdat ze niet meer in de groep passen. Terwijl wij mensen natuurlijk vaak verhuizen omdat we groter willen wonen. Ja. Of misschien omdat we ergens anders gaan werken. Ja. En ja, als mensen kunnen we natuurlijk ons helemaal voorbereiden. Want een verhuizing is best wel stressvol. Ja. Maar voor die dieren is het natuurlijk moeilijker. We kunnen van tevoren niet vertellen wat er gaat gebeuren. Dat heeft ook een voordeel, want ik kan al die 3 dagen van tevoren niet slapen. En hebben zij daar geen last van? Daar hebben zij geen last van, nee, dat klopt. Maar het moment zelf is dus wel altijd een beetje spannend voor de dieren. Ja? Want je moet ze vangen. Ja, we moeten ze of vangen, als het in dit geval over een marabou gaat. Gaat het over een olifant of een tijger, dan moeten we ze trainen om in een kist te lopen. Daar komt hij aan, met de marabou. In de bus is een kist en daar zit een marabou in. Kijk, daar zit hij. En deze komt van? Rotterdam, Blijdorp. Blijdorp. Oh, dat is een klein uurtje rijden, toch? The Mississippi Delta was shining like a national guitar. I am following the river down the highway through the cradle of the Civil War. I'm on Graceland, Graceland, to Memphis, Tennessee. I'm on Graceland. We hebben nu de kans om een dier even helemaal goed te bekijken. Straks zit hij in het verblijf. En als hij op een gegeven moment iets aan zijn poot heeft, dan kunnen we terugkijken van was het er toen ook al of niet. Ja. Maar wat mij betreft is die, mag hij verder. Mag hij heeft een goede conditie. Dus we kijken naar de vliespieren, zeg maar. De wat? Ja, de vliespier. Ja. De kipfilet, om het zo maar te zeggen. Ja. Dit hier, als je die borstspier... Mag ik ook even voelen of is dat eng? Nee, dat is niet eng. Dus je nou, die krijg je met 4 man van eten hoor. Dat klopt. Nou, zolang je dat hebt, heb je een goede conditie. I'm born in Graceland, Memphis, Tennessee. I'm born in Graceland. Poor boys and pilgrims with families, and we are born in Graceland. Maar ze zijn allemaal heel relaxed, hè? Ja. Dus deze valt goed. Toch? Tot nu toe valt het goed. Deze marabou, heeft hij een naam trouwens? Nee, nog niet. Alleen een nummer nog. Ah nee, het is een vrouwtje. Het is een vrouwtje, ja. We hebben een gast vandaag. Kom er eens bij, Sam. Hoe oud ben jij? 11. Zij is 11, zij is een meisje. Ja. Mag die Sam heten? Natuurlijk. Dan heb jij nu in Dierenpark Amersfoort een marabou die naar jou genoemd is. Superleuk. Nou, mochten wij meemaken hoe het is om een marabou te vervoeren, allemaal goed gegaan. Ja. Maar
Het lijkt me dat er ook dieren zijn die ook wel eens moeten verhuizen vanwege de voortplanting, waarbij het wat lastiger is. Zoals een giraf met zijn lange nek. Oh, hier. De giraf. Ja. Ja, dan zie je gelijk het probleem, hè? Ze zijn nogal hoog. Ja. Dus ja, je moet een hele hoge trailer hebben. Ja. Als ze daar eenmaal in staan, ja, dan wordt het dak van die trailer verlaagd tot een hoogte dat je onder de viaducten door kan. Hij blijft in principe staan en hij gaat eigenlijk gewoon een beetje met zijn nek. Oh, hij gaat dit doen met zijn nek. Precies. Oh, jullie drukken dat ding een beetje naar voren. Ja. En dat houdt hij best een lange tijd vol. Maar als het een lange reis is, dan stoppen we ook onderweg en dan gaat het even weer het dak omhoog. Dan kan hij weer even, net als dat we zelf even op de parkeerplaats de benen strekken. Ja, gaat hij de nek strekken. Precies, ja. Jij zei net zo terloops, ja. Dat gaat allemaal vrij eenvoudig, toch wel met zo'n giraf, maar anders dan bij meer risicovolle transporten. Wat is nou een risicovol dier om te transporteren? Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat wij zelf dat niet zo geen dieren hebben die super risicovol zijn. Maar als je natuurlijk bijvoorbeeld marine zoogdieren gaat verhuizen, dolfijnen. Ja. Dat zijn natuurlijk dieren waar het veel spannender is. Kan een lek in het water bij komen. Ja, en het zuurstofniveau in het water. Dus daar moet je natuurlijk veel meer maatregelen nemen. En vaak ook proberen om transport zo kort mogelijk te houden. Gaat dat ook wel eens fout? Transporten gaan ook wel eens fout, ja, natuurlijk. Ja, dat gebeurt ook wel eens. Gelukkig heel weinig, veel minder dan vroeger eigenlijk, omdat we steeds beter van leren, steeds beter doen. Zijn er ook beesten die het ontzettend leuk vinden om te verhuizen? Nou, nee, ja, ik denk dat alle dieren er op zich niet heel prettig vinden. Het is even een moment van, je haalt ze weg uit hun vaste omgeving. En dat is gewoon sowieso spannend. Dus ik denk dat ze het niet prettig vinden. Maar ja, van de andere kant, als jij een jonge giraf bent in een groep... En je zit hier in zo'n mannengroep. Of je zit met je vader en je vader die schop je eruit en zegt ga lekker weg. Ja, misschien ben je dan wel opgelucht dat je weg wil. Dus ja, en dan zie je daar ineens een giraf van je leven. Ja, of misschien wel vijf. Of vijf, mooi. Dat mag allemaal. Ja, maar met giraffen wel. Everybody feels the wind blow. Ooh, in Graceland, Graceland. Ah, wat lief. Olifanten verhuizen lijkt me niet makkelijk. Nee, dat is een lastige klus. En zo'n kleintje, nou ja, die kan je misschien nog een beetje meetrekken. Maar zo'n grote, hoe doen jullie dat? Nou, dan gaan we dus trainen. Dus dan zetten we weer een kist voor het verblijf neer. En dan gaan we wekenlang oefenen dat die olifant erin had. Want die moet ook niet van voren erin, maar hij moet in de achteruit erin. Hij moet zo naar achteren lopen. Ja. Hoe leer je dat zo'n beest? Ja, nou, eigenlijk bij al onze trainingen die we doen met dieren, als we ze dingetjes moeten aanleren. Dus bijvoorbeeld ook onze olifanten leren we dat ze hun poten aangeven, dat we de nagels kunnen bijwerken. Ah, nee. Ja. Hebben zij manicures? Ja, ja. En weer afgunstig op een olifant. Ja, goed hè. En dat doen we dus eigenlijk door, door positief te belonen steeds. Positief belonen. Hoe doe je dat? Kusje op het voorhoofd? Ja, zoiets. Nee, we geven ze gewoon iets lekkers, wat ze echt lekker vinden. Dus je vraagt iets aan ze om iets te doen. Of je laat de situatie ontstaan waardoor ze het doen. En doen ze het, dan ga je ze gelijk belonen. Ja, is goed gedaan. Zitten ze eenmaal in zo'n kist. En dan gaat hij gewoon in speciaal, zal een vrachtwagen zijn, denk ik. Hè? Ja. Hij zal niet in een Fiatje 500 stappen. Nee, dan zakt hij door zijn as heen. Nee, dat zijn inderdaad speciale vrachtwagens. Dus als hij eenmaal in de kist staat, gaat hij schuif dicht. En dan hebben we een grote takelwagen. En die takelt hem op de vrachtwagen. Gebeurt het wel eens dat je zo'n mannetje ergens brengt? Die denkt, dit zijn mijn types niet. Of omgekeerd. Die vrouwtjes zeggen, nee hoor. Ik wil niet. Ja, dat hebben wij gehad. Want het mannetje wat we nu hebben, dat valt goed in de smaak bij de vrouw. Maar het vorige mannetje, die hebben we eigenlijk weer weggestuurd. Want die kwam hier en die hebben we bij de vrouwtjes geïnteresseerd. En die vonden het helemaal niks. Die raakte helemaal in paniek. Was het een lelijke olifant? Nee, dat is persoonlijke smaak misschien. Ja, de olifantensmaak, die misschien of zo? Ja, of? Dat was het meer. Hij was heel dominant en dat is ook prima voor een mannetje. Dat mag hij ook zijn. Ja, met de woorden uit de mond, ja. Maar op het moment dat dat de vrouwtjes dan rustiger werden en stil gingen staan, dan kon hij toch ineens nog eventjes prikken met zijn tand.
Wat doe je dan? Verhuis je hem dan weer terug? Daarvoor zitten onze dieren allemaal in gecoördineerde fokprogramma's. En voor de olifanten is er dus één iemand in Europa die dat regelt. Dus toen wij daar tegenaan liepen, hebben we met hem contact genomen. En hij is gaan kijken van, waar zou hij dan wel heen kunnen? En hebben we dan een nieuw mannetje voor jullie? En dat is gebeurd. Zijn dieren eigenlijk net mensen? Ja, eigenlijk wel. Want net als wij zelf verhuizen, dan heb je best een hoop stress. Maar als je een week lang of een maand lang in je nieuw huis zit, ben je het eigenlijk alweer vergeten. En dat is eigenlijk met de meeste dieren ook zo. Dankjewel. Als mens ben ik nog steeds niet zo gek op verhuizen, maar zou ik reïncarneren, bijvoorbeeld als beer, dan zou ik gek zijn op verhuizen. Want dan word je namelijk, wanneer je daar maar zin in hebt, verhuisd naar een plek waar de mooie vrouwen of mannen, ligt eraan als wat je reïncarneert, in je schoot geworpen worden. Ach, dit rommel kan niet bijna plassen. Ja. Nee, dat is niet gek. Een hele mannelijke reactie, ben ik bang. Vertel mij eens hoeveel zuurstof er in het water zit. Nou, laat hem maar vallen, zou ik zeggen. Erin vallen? Ja, laat hem maar gewoon vallen.